Ik denk dat ik op mijn 17e ben geconfronteerd met jongeren in buurtwerking, waarvan ik toch geschrokken ben dat heel wat jongeren heel veel minder kansen krijgen dan ik had gehad. En ik denk dat het toen begonnen is, dat ik dacht van, dat is niet oké. Iedereen moet eigenlijk toch diezelfde kans krijgen. Toen ben ik begonnen met buurtwerking, vooral in het buurthuis Kouwenberg. Ik was op dat moment rechten aan het studeren. Dat was wel fijn, want in dat buurthuis gaf ik dan ook advies, hè, juridisch advies aan de ouders, aan medewerkers. Maar goed, na de rechten ben ik dan criminologie gaan doen. Toch al meer gericht op jongeren met problemen. Als advocaat merkte ik dat vooral op de jeugdrechtbank de verdediging niet zo goed liep. Ik had het gevoel dat de procureur en de jeugdrechter al veel hadden beslist voor mij. Ik vond het niet oké. Ik denk dat moet er geen advocaat zijn. Ik vond het toch heel belangrijk dat de jongere goed werd verdedigd. En ik deed daar stage op het jeugdparket en ik moest een thesis maken. En ik dacht van, ik ga een thesis maken met een gevolg, hè, met een praktijkgevolg. En dan is de jeugdadvocatuur ontstaan. Dus advocaten die specifiek zich vormen, communicatief en op andere vlakken, om eigenlijk een jongere goed bij te staan. Toen ik beginnend advocaat was, heb ik een tiental jongeren gevolgd als vrijwillig afgevaardigde van de sociale dienst van de jeugdrechtbank. Het waren jongeren die geen contact meer hadden met thuis. En ik had daar wekelijks een gesprek mee. Ik was dan eigenlijk beginnend advocaat en helemaal nog geen therapeut. Maar ik denk dat daar eigenlijk wel het ontstaan is zo van dat ik zag van, dit doet ertoe. En dan ben ik wel terug gaan studeren. Dan ben ik pedagogie, psychologie en daarna, of tussendoor ook nog gedragstherapie in Leuven gaan studeren. En toen dacht ik van, oké, ik heb nog altijd diezelfde droom, datzelfde plan. Ik ga dat nu gewoon doen. En in maart 2010 zijn we dan gestart met Theo, therapeuten voor jongeren. Iedereen bij ons, of bijna iedereen, werkt nog professioneel daarbuiten. En komt dus extra bij Theo om dat werk te doen. Dat is natuurlijk ons motto, dat jongeren zo vroeg, in zo vroegtijdig mogelijk stadium, naar Theo kunnen komen. Om eigenlijk quasi onmiddellijk die therapeutische ondersteuning te krijgen. Waardoor zij na een aantal sessies gewoon terug in kracht komen. En eigenlijk op een hele gewone manier terug in de stroom van het leven kunnen instappen. Bij Theo, en als ik daar ben, dat is heaven voor mij. Dus ik vind het echt hemels om daar samen met collega's te werken aan wat we doen. Maar de belangrijkste opdracht zal zijn van hoe kunnen we in onze samenleving met ons allemaal veranderen. En te zeggen van, je doet ertoe. Hè? Elke jongere doet ertoe. Elke jongere is de moeite waard. Hè? En wij gaan op zoek samen naar de kwaliteiten die jij hebt. En het gaat goed komen.